ben gepest op de basisschool en daar ben ik heel onzeker van geworden. En daarna op de middelbare school kreeg ik echt een grote mond en in het rokershok staan en het oudere jaar staan daar. Die waren al bezig met blowen, met seks, drugs dealen en daar heb ik me gewoon onwijs door laten beïnvloeden. Misbruik, dat kwam er ook bij kijken. Ik kon er thuis niet over praten, dus ik liep vaak weg van huis en dan naar die mensen toe. Ik heb op mijn 13e bij mijn ouders me in de hulpverlening gezet voor zelfbeschadiging. En ja, altijd gewoon wel hulp gezocht bij psychologen. In dit voorbeeld is sprake van herhaald slachtofferschap. Maar we weten dat het herhaalde slachtofferschap, dat het als het ware stapelt. En zeker als het gaat om meisjes in combinatie met seksueel misbruik, heeft dat tot gevolg dat er een heel diep trauma ontstaat, wat heel vaak niet gezien wordt. Op school niet, maar ook niet door huisartsen, maar ook niet door de GGZ. Ik ben naar het mbo gegaan en toen ben ik wel echt omgedraaid. Nieuwe omgeving, nieuwe vrienden en toen SPH gaan doen. In het tweede jaar van SPH werd ik depressief. En toen ben ik naar de huisarts gegaan van joh, ik zit niet lekker in mijn vel. Ik heb last van paniekaanvallen, ook op school. Ik werd niet gehoord. Ik kreeg alleen maar medicatie toegeschreven. En daar moet je maar even mee overbruggen, want er is gewoon geen plek voor je bij de GGZ. In oktober, toen pleegde mijn beste vriendin zelfmoord. En in november lag ik zelf op de intensive care met een overdosis. Na mijn zelfmoordpoging kon ik in één keer wel een traject beginnen op korte duur. En daar ben ik toen mee gestart. In de hulpverlening willen ze zien hoe slecht het met je gaat voordat ze iets gaan ondernemen. En omdat ik gewoon verbaal heel sterk ben, kom ik niet heel instabiel over. En daar hebben ze altijd een beetje een inschattingsfout gemaakt. Nou, als eerste is het belangrijk dat een professional traumasensitief kan werken. Dat we ons realiseren dat onder gedrag altijd pijn zit. En we moeten die pijn leren herkennen. En we moeten, als we denken dat het spoed heeft, moeten we ook meteen handelen. Want als het gaat om herhaald slachtofferschap, is traumabehandeling heel belangrijk om te voorkomen dat het steeds erger wordt. Ga in gesprek met de doelgroep. Ga ook echt de stad in. Ga naar de plekken waar ze hangen. Vraag wat ze nodig hebben. Ga gewoon echt naar de kern, dat vind ik zo belangrijk. Ik hoop dat we in de toekomst de pijn van kinderen die negatieve jeugdervaring hebben meegemaakt, dat we die meer serieus gaan nemen en dat we er ook naar gaan handelen. Ik wil later graag ervaringsdeskundige worden. Alle ellende wat ik heb meegemaakt toch wat positiefs van maken. En ook al kan ik ze maar een klein dingetje meegeven waar ze wat aan hebben, dan heb ik in ieder geval wat toegevoegd. Dat wil ik heel graag.